Wij hebben zorgen over het functioneren van de strafrechtspleging in Nederland. Samen met de politie, het Openbaar Ministerie, hebben wij de commissie van de Emster aan het werk gezet. Die heeft daar een heel rapport over uitgebracht. En in dat rapport worden die zorgen ook bevestigd. En wij vinden het van groot belang dat strafrechtspleging in Nederland goed functioneert. En goed, dat, daar zitten een heleboel dingen in. Daar zit aan de kant van de rechter vooral ook in dat de normen van de rechtsstaat overeind worden gehouden. Dat er goede rechtsbescherming is voor burgers. Maar als het gaat om het vertrouwen wat de burger in de rechtsstaat en in de rechter stelt, dan is ook heel erg van belang dat de burger het gevoel heeft dat als je in Nederland iets doet wat niet mag, dat je dan ook gepakt wordt en op een fatsoenlijke manier, volgens de regels, je straf krijgt. En dat systeem moeten we in Nederland goed laten draaien. En daarvoor hebben wij de komende jaren echt extra investeringsruimte en extra energie nodig en politieke steun om dat te kunnen realiseren.